We staan hier in Deventer, op de Deventerweg. Hier heeft vanavond een ernstig ongeval plaatsgevonden waar een brandweervoertuig bij betrokken is geweest. De collega's die waren onderweg richting een ander ongeval. En op deze kruising hier bij het viaduct hebben zij een auto geschept. Hoe dat de toedracht is nog niet bekend. De politie is druk bezig met het onderzoek. Wat wel bekend is dat het helaas een dodelijk slachtoffer is. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. En verder kan ik daar weinig over zeggen momenteel.